Makkelijk hoor, bab, soep. Is dat makkelijk om te maken? Ja, echt waar. Eén basis voor gelijk welke groente. Willen nu wortelsoep maken? Basis is gewoon vetstof. Ik neem eens boter, wissel die af, pak die olijfolie, kokosolie. Vetstof, ajuin of shallot, altijd een ajuinachtige. Of zo jonge ui, of dat rode moet. Uien. Ja, dat moet gewoon. Okay. Ik vind echt wel dat dat moet. Dus basis, ajuintje, boter of vetstof. Mm-hmm. Als je wilt dat je soep een beetje gebonden is, een patatje erbij. Ja, van gebonden soep. Ik heb graag zo crème-achtige soep of vastere soep. Ah ja, dikke soep. Ja. Ja, wel. Want dat is je basis en wij doen er dan veel witlof bij. Als je nu zegt ik wil wortelsoep, dan doe je er wortelen bij met een tomaatje. Of je blijft in het oranje. Je kan daar ook een stuk pompoen bij doen. Snap je? Als je dat wat zoeter wilt, doe je daar een stukje appel bij. Dat zijn dan natuurlijke suikers. Oké, in stukken. Je mag die misschien even spoelen, Bab. Ja, je snijdt die in grove stukken. Ik doe ook al boter in de pot. Echt van die chunks, hè? Ja, chunks. Chunks. Voilà, hier en daar een plakje boter. Ajuin mag erbij. Ik ga nu nog een ajuin doen, want dat gaat wel lekker. Veel ajuin. Wat maak je dan zelf voor je eigen klaar? Dan pak nu... Veel pasta's en veel Italiaans eigenlijk. Vooral... Ik kook niet zoveel met aardappels. Daar ben ik niet zo goed in. Vertel. Ik heb een leuk verhaal gehoord van jou. Ja, ik ben heel slecht in aardappels koken. Ik eet supergraag tomatenpuree. Dat is echt als in aardappelpuree met tomaten onder. Ah ja. Oh, dat is mega, mega lekker. Maar ik kan geen aardappels koken. Want ik heb zo ooit iets voor gehad. Ik heb ooit aardappels in de microgolfoven gestoken. En dan heb ik die daarna gepeld, want dat buitenste is dan wel warm en die pel gaat er dan wel af. Patatjes koken is eigenlijk gewoon in water. Blijkbaar! Maar dus ik raak geen aardappels meer aan. Ik maak veel pasta's, vooral. Ik heb met Italianen ook samengewoond en die maakten heel veel aardappelsoep. Oh, maar dat is kei lekker. Parmentier heet, oh, hè? Super, super lekker. Bon, we zetten dat hier gewoon aan. En we gaan dat ajuintje en die patatjes eigenlijk gaan stoven. En dat mag ook een klein beetje kleuren al. Dan hebben die ook al een lekkere smaak, zo een beetje gekarameliseerd. Hè? Laat het maar gaan. Alright, witloof. Deze mag weg. Ook lekker witloof. Mijn grootvader was vroeger witloofboer. Maar dat is een keiharde job, hè? Ja, ja, ja. Keiharde job. Je hebt ook twee soorten en dat zal uw grootvader heel goed weten. Dan had hij waarschijnlijk de volle grond. Het volle grond witloof. Je hebt twee soorten witloof. Je hebt volle grond, dat is echt een seizoensproduct. Volle grond wil zeggen dat die wortels van het witloof echt in de aarde zitten. Dat die alle de beste vanuit de aarde gaan halen. En voor mij ook de lekkerste. En dan heb je hydrocultuur. Die worden gekweekt op water. Dat is het ganse jaar. Ja, 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 ja. Ook veel goedkoper natuurlijk. Dus misschien wel een alternatief. Nee, ecologisch niet zo heel veel water gebruiken. Nee, maar ja, kijk. Ik hou van volle grond, witloof. Voilà, ik heb hier volle grond voor jou gekozen. Heel. Kijk, we gaan gewoon dat bruin stukje eraf. En het middenste moet er eigenlijk niet af. Dus gewoon in twee. Ja. En dan met een nieuw mes. Zo. Een beetje fijn gaan snijden. Oké. Okay. Okay? Ik ga ondertussen de roosjes van de broccoli snijden. Want we gaan een echte eetsoep maken. Oké, we hebben de basis mee. Hè. Hoe maak je soep? Aan alle jongeren die op kot zitten. Een lekkere verse soep, dat moet je echt kunnen maken. Hè? Ja, eigenlijk wel. Maar we maken een eetsoep. Dus dat wil zeggen dat we daar eigenlijk een keer dat de soep gemixt is, nadien nog van alles gaan aan toevoegen. En dat kan van alles zijn. Ik heb nu gekozen voor broccoli. Gewoon omdat broccoli ook gezond is. Alles wat dat groen is, veel antioxidanten, goed voor u, veel ijzer. En dan natuurlijk straks de seitan ook. Hè? Gewoon bakken. En wat ik er graag eigenlijk nog bijna altijd bij zo'n eetsoep is nog noten of zaden of pitten. Oké, witloof mag bij in de pot. Als het gewoon gestoofd is, dan mag daar kippenbouillon bij. Ik heb kippenbouillon meegebracht, maar dat mag natuurlijk ook met een blokje dat je oplost in water. Ja, ja, ja. Hè? En natuurlijk, hoe meer bouillon dat je gaat toevoegen, hoe slapper. Dus dat kies je zelf een beetje. Hè? We gaan beginnen
met 1,5 liter. Voilà, die moet ongeveer 15 minuutjes koken. Juist het feit dat al je groenten gaar zijn eigenlijk om te mixen. Oké. En dat is het, hè? Zoet maken. Dat is het. Oké, dan heb ik 2 pannen nodig. 1 voor de seitan te bakken en 1 voor de broccoli. Voilà. We gaan al beginnen met de pijnboompitjes. Gewoon zonder vetstof in een pan. En je mag wel roeren. Hè. We gaan die een beetje roosteren. Pompoenpitjes gaan we gewoon in een droge pan. En je mag roeren, hè, want dat gaat direct beginnen ploffen zo. Hier ga ik de broccoli in bakken met olijfolie. Broccoli bakken. Meestal wordt dat ook gewoon eerst gekookt. Maar dat hoeft niet voor een soep. Dat mag ook heel lekker al dente zijn. Ja, ja. En je riekt dat al, hè? Ja, dat is lekker. Ja, die zijn goed. Ja. Gaan smossen. Ja, we gaan daar... Ah, er liggen er nog wat in. We gaan daar de seitan in bakken. Broccoli mag peper en zout op. Je handdoek. Ja, stop er dan maar in. Yes. Voilà, zo een beetje opsmijten. En dan seitan. Daar ben ik echt super benieuwd naar. Het heeft ook zo een speciaal zicht. Hè? Ja, ja, ja. Allee, je moet dat niet onder stoelen of banken. Waarom zouden we nu eigenlijk seitan eten? Het is gewoon mega gezond. Het is ecologisch, vetvrij, eiwitrijk. En gewoon een volwaardige vleesvervanger, zeg maar. Hè? Ja. Wat je mag doen, is zo van die plakjes snijden. Want we moeten dat wel gaan kruiden. Hè? Ja, oké. Zo, plakjes. Alright. Ik ga hier eens in de Vincent zijn kruidenkast zitten om te zien wat we daar allemaal kunnen opzwieren. Want je moet daarvoor niet extra speciaal nog eens kruiden gaan halen. Je hebt zeker genoeg. Heb jij een kruidenkast thuis? Ja, ik heb niet zoveel kruiden. Nee? Nee, ik heb enkel kaneel, peper, zout en cayennepeper. Cayennepeper is al goed. Oké, curry. Dat is al lekker. Hier staat iets op zo... Van kippenkruiden of zo. Is dat dan niet? Ja. Cayenne, dat mag wel wat hebben. Hè? Nee, paprika, basilicum. Dus wat gaan we doen? Leg die maar allemaal mooi open. Ja. En we gaan beginnen met kruiden langs beide kanten. Hoeveel? Ik weet nooit hoeveel ik dat moet kruiden. Je moet gewoon zien, want je gaat heel snel. Ga ik snel? Ja, gewoon zien dat... Wel, je bent zo aan het kruiden. Ja? Je moet specifiek, dat is ook iets dat je leert, elk stukje kruiden. Zo. Moet er nog op? We gaan dat langs twee kanten doen. Dus oké, peper hetzelfde. En ik ga hier een mengeling maken van al die kruiden. Wat hebben we hier? Een koffielepel curry. Dus nu draai ik dat gewoon om, hè? Allemaal? Ja, en hetzelfde. Alright. Een koffielepel paprika doux. Zachte paprika, cayennepeper, een half koffielepeltje, basilicum, koffielepel en hier gaan we lekker veel van nemen. 2 eetlepels kippenkruid saté. Achtig iets. Heerlijk. Dat gaan we onder elkaar mengen. Dus dat is eigenlijk ons homemade kruidenmengeling. Ja, ja, ik hou van met mijn handen te werken. Voilà, dat gaan we er goed in duwen. En nu gaan we ook blokjes snijden straks. Voilà. Ga jij verder doen? Ik ga al die pan verwarmen met nog een beetje olijfolie in. En dan... gaan we deze allemaal in blokjes snijden. En waarom doe ik dat niet eerst? Omdat ik vind dat je beter kruid zou inplakken. Ja, ja, als alles in blokken is, is dat minder. Hoe zit dat op de set met het eten? Ik eet heel de tijd eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld, onze cateringtafel bestaat gewoon uit boterhammen en beleg. Maar op de set krijgen we ook yoghurtjes en zo. Maar Margot is er eigenlijk erger in. Margot die eet als we een ontbijtscène doen, eet hij nog voordat wij die scène gedaan hebben, zeker al 1 volledig ontbijt.
Ik heb dat iets minder. Oké, de pan is warm, vlug. Pas op. Ik ga het erin doen, want dat is kei warm. Dat spettert wel een beetje. Wil jij al eens soep proeven? Om te zien of dat wij... Ja. En wat moet ik proeven? Of dat er nog peper of zout bij moet. Ja. Ik vind van wel. Beide? Beide. Ik vind dat wel lekker bij witloofsoep dat dat zo'n beetje pikant is. Ja, ja, dat mag zeker pikant zijn. Oké, pap, we kunnen gaan mixen, hè? Ik ga dat aan u laten doen. Echt? Maar verbrand u niet, hè? Nee, nee. Voilà, ik ga dat aan u laten doen. Dus in de soep en beneden blijven. En beneden hier blijven. Is er een top, ja. Hier, hè? Ja. Dan de krokante seitan. Jij mocht zo... Jij mocht zo een klein lepelje hier... De soep scheppen? Ja. Jij mocht voor de eerste keer in ganse leven soep. Ja. Dat dat mooi onder staat, maar niet te veel. Hè, want we moeten dat straks nog heel huid aan tafel brengen voor die mannen. Hè. Aan tafel! Bab heeft soep gemaakt. Zet willen, we gaan restaurantje spelen. We gaan restaurantjes kijken. Jullie moeten gaan zitten. Hier zit. Alsjeblieft, Margot. Alsjeblieft. Vincent. Maaltijdsoep. Ja, een lekkere maaltijdsoep. Margot gaat u uitleggen wat we gemaakt hebben. Nee, pap. Oh. Dat is wel heel fier. Wel, pap. Wel, we hebben witloofsoep gemaakt. Mm-hmm. Een seitan. Oh, lekker. En broccoli. Gebakken, hè? Gebakken. Heel simpel. Mega lekker. Maar ja, wij weten dat al, want wij hebben al van alles geproefd. Sowieso. Smakelijk. Smakelijk. Oh, ik moet juist terug worden. Wow, maar ja. Ben je benieuwd, Vincent, wat jij als vleeseter van de soep seitan... Maar soep is altijd goed, hè? Seitan. Ja, oh ja, dit is mijn ding. Met soep. Seitan is keilig. Goed gedaan, bab. Ja, hè. Oeh. Goed gedaan. Dank u. Ben je blij? Ja. Merci om mijn soep te leren maken. Wel een mokke. Ja, echt supergoed, bab. Mega lekker. Sophie, wil jij volgende week terugkomen? Nee, ik heb iets op het agenda. Maar morgen ben ik er weer. Bye, bye. Ja, dat is echt heel lekker. Ja. Dat is echt heel lekker.